Tellen was heel erg lekker en daarna namen ze de bubblegum kauwgom en daarna nog de spekkies weer. En toen kwamen ze ook nog de wolf tegen met de 7 geitjes en die waren ook allemaal spekjes aan het eten. En de spekjes werden toen opeens heel erg groot en toen konden ze erop vliegen. En toen waren ze door de wolk aan het vliegen en toen zwaaiden ze naar beneden en toen was het tijd. Nee, nog niet! Oh, nog eten! En Hans en Grietje gingen toen nog opeens springen door de lucht en sprinten. Gingen ze nog het zwemmen ja, en toen pakken. Gingen ze rennen over de wolken en toen gingen ze... En toen stortten ze neer omdat ze aan het vliegen waren op de spekjes. En de spekjes waren te zwaar omdat ze zoveel gegeten hadden. En omdat ze zo vol zaten en ze waren helemaal misselijk, stortten ze helemaal neer naar beneden toe. En toen crashten ze beneden. En toen ze beneden waren gekomen, toen stonden ze weer op en keken om hen heen. En toen zagen ze het Stracciatella-ijs weer. En toen dachten ze van, we zijn zo misselijk vandaag. En we zijn zo misselijk vandaag, maar toch nemen we nog een hapje Stracciatella-ijs. En wat zien we daar om het hoekje? Een slagroommachine! Ja, die hebben we nodig, de slagroommachine.